In de vorige cursus hebben we gekeken naar hoe in het Frankische Rijk het Christendom steeds belangrijker werd. In de tijd van monniken en ridders, de eerste periode van de middeleeuwen dus, ontstaat er ook nog een andere godsdienst, de islam. Van 570 tot 632 na Christus leeft Mohammed. In Arabië geloven tot aan die tijd heel veel mensen nog gewoon in verschillende goden. Mohammed krijgt in een droom een boodschap van Allah. Allah is het Arabische woord voor God. Mohammed wordt daarmee een profeet. Hij krijgt namelijk steeds vaker boodschappen van Allah en hij wil die boodschappen verkondigen aan de mensen. De profeet Mohammed trekt rond om die boodschappen te vertellen. Aanhangers van Mohammed en van de boodschap van Allah noem je moslims. Moslims geloven in de islam. Islam betekent letterlijk onderworpen aan de wil van Allah. De boodschappen die Mohammed kreeg zijn op een gegeven moment allemaal opgeschreven in een heilig boek voor de moslims: de Koran.